Naaldwijk it is, peoples. En ik hou van kleedkamers waar het licht goed is. Waar ze nagedacht hebben over de make-up die op je giecheltje moet. En dat je dat goed moet zien. Ah, echt. Is ook anders geweest soms, hoor. Licht van boven, dat geeft zo'n ongekend, ongelukkig lookje. Wat schattig, is het babyhaar? Het is helemaal niet schattig, het is lelijk. Mijn zus en ik hebben gisteren gebeld. En, of was het al eergisteren? En we hadden het erover van, nou hè, je cursus, ik kom dan. En het was een verrassing, maar... Oh ja, maar ik moet echt naar die training. Maar het is hier. Ja? Nee, maar wij zijn er dan. Ja, oh ja, wacht even, ik moet even... Ja, ik snap het. Het is eentje die once in a lifetime komt, of heel weinig, en zij wilde vlieguren maken. Dus ik zei ook van, ik begrijp het ook. Gewoon in mijn hoofd was het meer van, oh, er zijn twee kostbare dagen van de tijd die we samen hebben, maar ik begrijp het wel hoor. Toen zei ze, niet getreurd. Ik zorg ervoor dat als je 's ochtends aankomt, want ik kom echt heel vroeg aan, dat we 's ochtends en in het begin van de middag al leuke dingen gaan doen. Of in ieder geval samen zijn, daarna ga ik... Van 2 tot 9:30 dat doen. Dan ga jij lekker met Jennifer de hort op. Om daarna haar al richting de Airbnb te sturen. Want we willen een weekendje Lissabon aan haar cadeau geven. Zij gaat dan tik verder aan haar carrière werken. De build-up. En dan zien we elkaar s'avonds weer. En dan gaan we gewoon lekker laat eten. En ik heb wel gezegd wat we daarna gaan doen. Je moet maar meegaan. Als wij zeggen we gaan naar deze bar en dit. En dan wil ik niet dat je zegt van oh nee, ik ben een beetje moe. Nee. Neem een koffie. Zet er een tandenstoker tussen. En let's go. We gaan met die banaan. En ze was akkoord. Ze zei nee, zeker. Dus ik heb ook heel veel zin in dat je komt. Dus ja. Portugal, it is. Einde van de maand. Is het hier koud? Is het hier warm? Het is hier oké. Soms heb ik juist, wanneer ik het koud heb, dan ga ik zweten. En dat is die ongemakkelijke zweet die dan zo in je shirt blijft staan. En die ruikt ook heel gek. Koud zweet. Ik weet niet waar die vandaan komt, waarom je die hebt. Een soort van, is het angstzweet? Om het koud te krijgen. En dan denkt je lichaam, nee, hier is het hitte. En dan, heel raar allemaal. Ik ga een laagje erop doen. Want ik ben van de naturelle look, maar ik kan je vertellen, in een zaal met heel veel licht op je gezicht. Ja, als een pannenkoek die als eerst gemaakt is. Die voelt het een beetje mislukt, toch? Vertel je me nou net dat je maar 1 smintje nog hebt voor de hele voorstelling? Ja. Ben je bang dat je in slaap gaat vallen? Nou, meer dat ik honger krijg. Maar misschien heb je hier wel... Of dat ik ga meuren tussen al die mooie nee, meiden. Nee, dat ga je toch niet. Waarom zou je gaan meuren? Kom op. Nee, ik heb ook niks voor je om het te geven. Ja, een beetje deo. Op je tong rollen met gatverdomme. Nee, maar misschien hebben ze beneden wel boven pepermuntjes. Oh ja, nou, dan ga ik wel zo even scoren. Toch? En dan ga ik zo met jou soundchecken. Ja, dat is ook eerst even pepermuntje, want anders ruik je mij van... Ja, want je zit dichtbij, dat zag ik al net. Ja. We zitten dicht op elkaar. Ja, dat is tijd, hoor. Ik wil niet dat jij mij ruikt. Stinky stanky. Nee, joh. Ik heb 3 kinderen die ik 's ochtends goedemorgen moet zeggen. En kan je vertellen, dat is, die slaan met hun mond open, die kwijlen. Dat is echt, oh. Krijg je geen knobbelen. Heb je dat niet nu met je meisje, dat je denkt, ja, je begint nu te stinken uit je smoesje? Nou, ze heeft pas 2 tandjes. Dus dat is minder, dat ja. Valt nog wel mee, hè. Ja. Naaldwijk? Jeetje. Ik probeer me... Ik ga niet zoeken. Maar zo is het leven soms. We nemen wat gezonde snacks. Want het is beter voor jezelf, geloof me. Ik wil ook nog deze chocolaatjes eten. Ik heb het gewoon een leuk pakket. Nou, kijk, ja, dit heb ik gekregen. De mensen in Naaldwijk zijn leuk. Ontvangst in het theater is leuk. Dit soort cadeautjes word ik blij van. Ik vond het wel heel shady ruiken, die tomaatjes. Toen zei mijn schoonmoeder, zo ruiken deze tomaten. Nee, Lulu, nee. Niemand heeft zin. En tijd. Het is na 1, ga in je mand. Maar ik kreeg trek op weg. En omdat ik die tomaatjes een beetje verdacht vond. Ik denk, zo zijn ze ingespoten en vergeven. En dan neem ik het in me. Tot me. Dus toen heb ik toch nog 2 chocolaatjes gemaakt. Maar om niet morgenochtend wakker te worden met een hongergevoel, want dat is wanneer je suiker laat op de avond eet, neem ik iets met proteïne. Dit is te weinig, er zit eigenlijk heel weinig meer in. Oh, ik heb ook nog cottage cheese, huttenkezen.
Maar laat me gewoon een paar happen van dit nemen. Dat is gewoon goed. Mm. Oh my god. Zo zuur. Oh, onverwachts. Oh, niet voorbereid. Oeh. Ik weet niet of ik de enige ben. Maar als ik ongesteld ben, ja, je ziet het nu niet. Ik krijg jeuk en bulten. En logisch, niet ongesteld. Ik heb mijn eiersprong. Dat heb ik. Het is niet normaal. Als ik onder de douche sta en die stralen komen op mijn tepels, heb ik echt zoiets van, vind ik het nou lekker of vind ik het nou leuk? Doet het nou gewoon een beetje pijn? Echt waar. En in mijn broek. Het is één slippery slide. Weet je nog vroeger, Telekids? De Super Soaker schuim race show? Race? Nou ja, die is al glee. Over de baan. En als ik nu per ongeluk val op een Amsterdammetje er gelijk eens overheen. Het is ongekend. Maar dan krijg ik dus bulten. Daar wou ik naartoe. Het is vandaag officieel Steak and Blow Job Day. Ik weet niet wat het precies betekent. Maar moet je dan, lekker iemand zijn piemel in de mond toe? Is dat dit plaatje er ook bij? Ik ben in een bar. Nou. Ik ging eigenlijk allemaal weg. Dus ik moet straks wrestling bakken maken. Onderduiken in de deken dekbedpartij. Ik bedoel, oh, het is al na 12. De dag is voorbij, helaas. Het moment is ook weg. Ik hoef het helemaal niet meer. Steak en blowjob op deeg. Dat was gisteren. Nieuwe dag, nieuwe kansen, mensen. Oh, wauw, Emmer. Oeh, dichtbij opeens ook. Ga je heen met je staarten? Novi, wat heb jij met billen? Dikke billen van Bia. Oh! Nee. Wie noemt je dikke billen? Jij. Sinds kort heeft Novi een fascinatie voor onze behinds. En het liefst geeft hij ze ook kusjes. Ja, nee, dat is lief. Kijk, dit is allemaal lief, maar dan wil hij onder je kleding. En dan gaat hij echt zo op je huid. We hebben uitgelegd, hoeft niet. Wel lief, aaien kan ook. Dit is weer bulldozer gedrag. Nee, ik kan gewoon ook een beetje. Oké, jongens, geef maar. Ja, kom maar. We gaan naar beneden. Kom maar. Ja, we gaan. Blijf je hier? Nee. Oh, oké. Nee, dat kan niet naar oma Adda. Deze kan niet. Oh, je gaat naar oma Adda. Wat ga je daar doen? Zeg je? Ik ga niet douchen. Niet douchen. Oké, nee, niemand zei dat. Nee, je bent al gedoucht. Dat haar van hem is ook onmogelijk, hè? Nee. Zo maak ik het niet opnieuw. Oké, dokie, ja. Meekomen jij? Ik heb uitgeslapen, jongens. Meekomen. Geen kwart voor twee slapen en het is nu... Ja. 1 uur. Dag wees allemaal. Best oké. Okay. Zo, we gaan. Oké. Okay. Doei, mam! Dag! Doei! Oh, mag ik een kusje, Lele? Ik heb haar een kusje gegeven. Nee, ik kan me niet herinneren. Ik heb haar een kusje gegeven. Zeker niet, dat viel wel mee. Dat was... Maar is de bilfascinatie ook hier? Mag ik alsjeblieft een kusje? Nee, ik heb een paar jaren gegeven. Oké, ik vind het heel skeer. Kusje? Geef dan kijk, Lele heeft ook. Ja, Lele heeft ook openmond kussen. Jij kan ook gewoon doen. Geef dan. Waarom is hij zo? Hij is zoals hij is. Ik laat hem in zijn eigen glorie. Zag je dat? Ze doen hem. Nee, hoor ik het. Ik moet kijken. Oh, nu zie ik zo. Kijk je zo naar de? Naar jou. Oh, nee. Hé, waarom? Nee. Kijk, oh god, kijk uit. Ik ben er klaar mee hoor. Dit gedoe de hele tijd met jou. Dit? Heeft Frenkie gewoon meegenomen ook? Ja. Wat ze droegen het vroeger, zei hij? Ja. Wat zei hij erbij? Wat zei hij? Dit. Zo, ook echt. Hij was echt Dit is van vroeger. Ook zoals zijn hand, maar het past het niet. Oh, dit is van vroeger. Die droegen ze als armbanden. Oh, baby. Kijk, het is heel oud, denk ik. Ik heb het gevoel dat het heel oud is. Het is in ieder geval heel verroest. En ik wil het meteen. En ik zo. Ja, ja. Mama, kom kijken. Wat is dit? Nee. Nee, die
niet door. Nee, nee, nee. Oh, maar trouwens, nu in één keer bedenk ik, dit had ik nog gehaald. Oh ja. Ik zag dit bij de kruid, want ik denk, dit ziet er leuk uit. Dan doe je zo plop op de grond. Harley, kijk. En Novi, ik heb iets voor jullie. Kijk eens, Nov. Pak jij maar, die is voor jou. En met de drolly is voor jou. Drolly voor mij. Wat zeg je dan? Dank je. Asje, weet je wat het doet? Is mijn lolly toch? Ik zou niet... Ja. Precies, niet de lolly. Zullen we openmaken? Ja. Oh, Harley, bij Harley knippert hij al. Mijn god, er zit licht in. Hoe is dat Harley, gedaan? Doe maar. Hoe heeft ze dat gedaan? Ik weet het niet. Want het liet vallen volgens mij. Echt? Hij doet het wel. Ja. Oké, okay, wacht, openmaken. Dat is cool. Is mijn lolly toch? Het is... Het is geen lolly. Het is maar een lolly. Nou. Drolly. Een drolly. Lolly, toch? Drolly. Oh, ik heb, kijk. Wow. Oh. Ja. Let op. Gaan we hem testen? Ja. Ja, maar duwen dan. Oh, ja, want, ik ben in de war. Ik dacht dat ik niet dat ik ga. Oh, ja, dat was het. Ik ga het doen. Duwen. Kijk, met je handje. Duw. Loslaten! Alles eruit. Woe! Je deed het goed! Duwen op de punt. Punt. Kijk, mama gaat loslaten. Jouw handje. Pas op haar. Boink. Zo, hè. Komt helemaal hoog. Oké, jij hebt een mooie pony. Met een... Baby, vader. Ontrustend, Becky. Oké, gaan we proberen? Ja. Oké, Lele, een beetje aan de kant. Een beetje naar achter. Ja, ik snap het. Ik moet echt vreed hard duwen. En dan... Woei, dat was hem. Ja. Zag je dat? Het ging te snel voor je. Je bent nog jong. Oké. Okay. Bia is een pony, die heb je van mama. Oké. Dan gaat hij weer. Duw. En woei. Je lijkt, hè? En je moet overal bij zijn met je dikke hondenlijf. Wat heb ik toch een hekel aan file, jongens. Het is vreselijk. Ik heb net een koffie gedronken. Ik ging op kantoor eventjes iets in deze leuke kop doen. Ik dacht, kijk mij, hippe meid. Maar echt, het drukt tegen alles aan de onderkant van mijn lijf. En ik denk echt, ja. Ik wilde niet af, dat kost minuten. En ik wil ook niet hierin plassen. Dus ik zit een beetje in een dilemma, 38 minuten nog. Ik vind het lang. Ik hoef ook niet zo erg mijn blaas op te rekken. Toch? Dan veel te verduren gekregen. Sowieso alles aan de onderkant. Onder mijn navel. Zeg maar gewoon de fluff. Onderste randje van het lipje wat het laagst hangt tot aan de navel. Dat deel, dat het gewoon veel voor kiezen gaat. Dus waarom zou je het testen? Waarom zou je die nog meer laten leiden? Dat hoeft niet. Het is een nieuw ding op de weg of zo. Dat het gewoon mega druk is. Ik vind het vervelend. Ik ben een helikopter. Pretty. Blijft lekker liggen, hè? Lekker liggen. Ja, die plant, ja. Jij dacht dat het weer vanzelf allemaal ging. Maar helaas, dat is jouw werk. Dat is jouw job. Vielen geklapt weer. Ik voelde erg ver weer. Maar desalniettemin doe ik het met plezier. En muziek van Chris Brown. Want die doet het altijd voor mij. Chrissy Cross. Chris Brown. Chris Bruin, ja, zeker. Bruin, Bruinsma. Ja, Chris Bruin. Laat je horen voor Chris Bruin. Woe! Ik ga straks over een oproep doen voor mijn schoonmoeder. Heb jij nog single mannen 55 plus in je omgeving? Niet denken. Niet in mijn directe. Nee, oké. Okay. Maar ik zal vanavond even kijken of dat er... In je kringen, gewoon in je leven. Dus nu niet... Oh, Jessica belt nu. Ja, nu kan het even niet. Yes, we zijn aan het soundchecken. Ja, doe je even WhatsApp? Die heeft geen WhatsApp. Mijn regisseuse, die heeft een telefoon uit het jaar eierdop. Desalniettemin is ze heel modern, hoor. Ze weet precies wat alles speelt, maar... Het is... Nee, ze hebben geen sociale media. Ik zie wel een voorstelling van de populairste en beste influencer van heel Nederland. Oh, wat lief van jou.
Nou, dan doet ze toch iets goed. Zeker. Ja, terug naar single mensen. Ik zoek single mannen. Ik wil een privé speed date event voor mijn schoonmoeder organiseren. Wat ik niet film, er wordt niets meegenomen. Dus je kan tegen de mannen zeggen dat het puur is. Echt een soort van speed date event. 15 minuten hebben ze allemaal met haar. Ze komen inderdaad voor een kort momentje maar. Maar ik wil iets langer maken, misschien wel 20 minuten per man. Maar het is wel leuk, want er gaan allemaal leuke dingen wil ik doen, zeg maar. Spelletjes en dan weer een kaartendingetje op het ijs te breken. En ik vind het maar karig, de aanmelding. Ik heb het toen in de video wel eens gezegd. Dus ik denk dat ik er een hele Insta-story van ga maken. Ik ga hem nu maken, as we speak. Ik heb ook een leuke foto van mijn schoonmoeder al gecharterd. Ik denk zo, dit is wel hoe ze is. Deze bonken we gewoon op Insta. En dan zeggen we gewoon alle vader, ooms, single buurmannen, eenzame leraren. Nou, eenzaam hoeft niet per se, maar geloof me, als je op die leeftijd alleen wakker wordt en alleen gaat slapen. Ik denk dat het gros van de mensen heeft niet eens met leeftijd te maken. Vind je toch minder leuk. Eerlijk, zou jij ook een klein beetje, ik wil niet zeggen eenzaam, maar toch wel dat je soms ongezellig vindt als je nu nog single zou zijn? Of niet nog, maar als je nu single zou zijn? Ongezellig. Beetje ongezellig, toch? Ik denk dat je wel echt leeft naar de weekenden toe of zo. Ook rustig, ja, want ze kunnen zeiken, die wijven. Het is altijd wat, hè. Die mannen hebben altijd iets te klagen. Ik ga het nu op het net gooien, hoor. Ik ga eens kijken. Oh, het moment is hier. Ik heb het ook helemaal voorbereid al. Omdat ik het echt goed wil aanpakken. Porno? Nou, dat kan ik erbij zetten. Zou leuk zijn. Mijn schoonmoeder praat er nooit over. Dus ik weet ook niet wat haar voorkeur is. Is het huis- en tuin porno of is het echt Kamasutra in de beugels? Ja, nobody knows. Oh, wat een lekker avond. Ik heb echt genoten. Goede zaal, goede vibe. En ik heb ook goed pak aan, jongens. Ik kreeg dit vandaag op de post en I am feeling myself. Ik ben the worst fashion influencer for life. Dus hoe ik ga ik dit... Oh, via de spiegel. Kijk even waar mij mee te dealen hebben. Het is chic, maar het is ook gebreid, gebroed. Dus het is lekker stretchy. En ja, fabulous. Ik word heel blij van dit. Dit is helemaal niet van haar stijl. Het is een beetje chic de friemel, maar toch ook zo van piekeboe, gekke meid. Ik vind het leuk. Dit is ook in het zwart heb ik het ook, ja. Want ik ben zo eentje, heb je nou iets gevonden wat bij je past? Dan moet je het in meerdere kleuren doen. Dus, oh, ik ben zo enthousiast. Enthousiastie hoor. Ik heb ook die denimrok. Dat zat ook bij deze bestelling. Die is net even te wijd voor mijn bibs. Dus die heb ik kleiner besteld. Die moet ik even een kleine retour doen. Retour naar de moer. Want ook al heb ik 3 kinderen gebaard. Dit is wel een extra small. Ja. Ja. Nee, de heupen zijn... Ze zijn er. Maar ik ben toch... Ik vind mezelf ook wat mooi als ik dikker ben, maar... Ik kan er niet tegen opeten, dit verbrandingsstijl van mij. Maar even terug naar het pak, want daar ging het om. Hè? Dat zullen we zelf laten draaien. Oh, met het schoentje. Dat schoentje zo erbij. Ja, we moeten weg, want die mensen net zeiden ook... Oh, we gaan zo sleutelen. Ik zeg, oké, ik ga opschieten. Modellengezicht op. Hoe is het eten? Zo eten? Nee. Hoe zakjes. Hebben we ook zo'n drinken wel, hè? Ja. Mag wel. Ja, ik heb heel dag water gedronken. Jij mag. Oeh, feest. Kan je ook maken? Ja, tuurlijk ga ik dat voor je doen. Ja. Ik krijg 1 zakje. Oh ja. Wat zeg je? Dus, dan weet je het. Als het op is, is het op, hè? Van de kindertafel. Gaan we naar de volwassenen. Dan zit er alles in de keuken. Heb je een zuur snoepje in mond? Mm. Is het makkelijk of is het niet? Ja, ben je ook. Het doet je niks. Hij is nog een naast bent, toch? Nee, jij mag dat snoepje niet. Nee. Dan kwam er een vonk uit je kont. Jij dat snoepje, dan moet je even je moeder vragen. Ja, dit is een Magnum Mini. Je bent mini, maar dat is te veel voor jou. Het is breed, hè, als ik het hier ga nemen voor jou. Ja. Kijk dat gezicht.
echt. Oh, jongens. Oh. Een klein hapje dan maar. Oké, okay, ja. Goedgekeurd. Ja, precies. Lekker even volkroppen. Mijn gezicht. Ze is in de war van het koude ijs aan de tanden. Ze is in de war van. Ja, zie je, daarom niet goed. Nee, maar niks. Zij moet eigenlijk gewoon... Ja. Groente. Zo, mijn kinderen waren helemaal gebroken en kapot toen ik aankwam hier in de straat. Harley viel meteen in slaap. Nova viel echt zodra we de straat uitreden bij de familie. Meteen bam. K.O. Ik zeg tegen Frenkie, jij moet wakker blijven. Jij moet wakker blijven, want anders... Ik ken niet in mijn eentje. Drie kinderen erboven tillen. Gelukkig was mijn schoonmoeder er al. En dan moet ik ook nog even met mijn blonde... Lulu? Zo grappig hoe ze er in één keer denkt, oh my god, ja, ik hoor bij jou. Even nog een rondje. Weekenden thuis zijn, niet werken. Oh, het is zo lekker. Terwijl ik speel juist heel vaak in het weekend. Maar daarom is het zo lekker als je donderdag en vrijdagavond speelt. Dan ben je gewoon zaterdag en zondag thuis. Het is leuk, het is fijn. En ik omarm mijn drukke leven hoor. Alleen het rooster van mijn kinderen loopt natuurlijk anders. Dus gaat er... Wat is dit nou voor een bel? Is dit in het kleine dorpje verderop? Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat is het... Hè? Oké, bijzonder. Nou ja, het is het signaal dat ik naar binnen moet. Hop, het is de avondklok. Hup, hup. Hier, kind. Alsjeblieft. Dank u wel. Ha, hallo? Dan vergeet je mond stoppen. Wil je ook een beetje aardbeien yoghurt? Ja. Ja, wat? Ja, mama. Ja, graag mag ook. Ja, graag, weet je. Zeg maar, opvoeden met twee woorden, dat vind ik altijd wel netjes. Maar het hoeft voor mij niet altijd ja, mama te zijn, voor mij persoonlijk. Want wat is de toevoeging van ja, mama? Ik bedoel, kijk, ik vind ja ook altijd zo. Klinkt zo. Ja. Wil je dit even doen? Ja. Maar als je zegt ja, is goed. Of ja, graag. Ja, komt eraan. Vind ik ook al netjes. Weet je? Nou ja. Soms snap ik niet zo goed. Ja, mama. Ja, papa. Ik bedoel, het is best wel een ding. In Surinaamse opvoeding. Soms dan luister ik en denk ik, waarom die mama of papa er op zich achter? Want dat maakt het niet netjes. Het klinkt net in mijn oor voor de zin of zo. Dat ik denk, dat het gewoon lekker klinkt als iemand zegt, oh ja, ga ik doen, ja. Dankjewel. Ja, snap je? Het is weer gewoon... Als jullie een extra woord achter zetten, dan klinkt het gewoon wat vriendelijker dan ja. Ja. Wat vinden jullie ervan? Dat je soms kinderen moet praten of tegen jezelf of tegen anderen. Dat je denkt... Soms heb je ook iets om al die strijd maar aan te gaan. Van, oh, praat normaal. Doe leuk. Soms hoor ik ook van andere mensen. Sorry, met een wapen ben ik aan het wijzen. En ik zeg, oh. Ik vind wel dat je van een jonge leeftijd moet zorgen dat er netjes gesproken wordt. Aankijken, contact. Als heb je zo'n kind van 16, dat is zo'n antisociaal bleek kind wat alleen maar achter een computer zit. Ik las laatst ook dat lezen heel goed is voor een kind. Daar wordt hij dus gewoon letterlijk slimmer van. Dus niet alleen zijn woordenschat, maar slimmer omdat het je hersenen traint. Ik ga naar de gym om mijn asser aan te spannen. Lezen is... Frenkie haat lezen. Maar ik ga echt gewoon leesmomenten in drammen gewoon, totdat hij het leuk begint te vinden. Want het is echt goed voor de brain. Je moet me alles snel doen ook. Maar je moet wel gaan staan, hè. Maar ik denk dat hij een poepje moet doen, anders gaat hij niet onder de... Kijk, deze drippen. Oké, dat is wel echt cool. Dat hoeft niet in je mond, dankjewel. Snap ik, is leuk, maar... Bloed, papa. Je houdt dat ook niet tegen, hè? Mag ik kijken?
Ja, kijk maar met je papmond. Nee. Nee toch? Jij hebt zelf. Nee, jij hebt zelf. Mooie billen. Dikke. Nee, jij hebt mooie billen. Maar... Oh, billen heb je sowieso. Nee, dankjewel. Die laten we eventjes in de koelkast. Jij hebt ook piemel. Oké, ja. Nou, genoeg weer. We eten tosti met kaas, geen boterham met worst. Begon je over dikke billen? Ja, Novi Jax, begon jij over dikke billen? Nee, echt niet. Oh, Novi, je hebt volle mond, we kunnen niet praten. Jij hebt ook dikke billen. Daar woon ik het toch? Daar woon jij? Nou, poeh, gelukkig niet. Woon jij daar? In je bibs, maar dat is allemaal extra beleving. Dit is gewoon elektrisch. Ja, kijk, oh, nou, oh, elektrisch minder geluid. Get you. Nu snap ik hem. Ja. Hi, Har. Kom je ook gezellig? Yes. Ja, dit is elektrisch. Veel minder. Kom maar. Ja, kom. Ah, precies. Iemand wil inhalen en dat kan nog even niet. Oké, je wordt ingehaald. Het is gebeurd. Die mensen zitten hier ook voor de rust. Maar ja, dat kan je vergeten met dit. Oh ja, mijn moeder. En mijn klein... Oh, dit is ook één succes. Oh my god. Hier de glijbaan. Nee, sorry, het lijkt me een afgrond. Ik ben niet bang, maar ik bedoel... Je zit nou. Ja, met je kapot leuk. Kapot staartje. Dat denk ik eerder. Alright. Word ik nou langer of... Minder flexibel of er gebeurt iets. 5 jaar terug ging het een stuk soepeler ook allemaal. Au! Je lacht, het is niet leuk. Oh my goodness, nee. Zie die slijtageplekken daar? Dat is vanwege. Hoe ga jij? Ga jij op je buik? Tuurlijk. Gewoon op mijn billen. My god. Ga ook dan? Want ik zit nu al. Nee, die gaan we niet doen, echt waar. 100 jaar huisarrest. Is het van angst, die lachje? Ja, ook, hè? Nee. Ik was hier vorige keer ook met Sam. Dus... En je hoofd, moet je naar voren? Of? Pas op, kind, ga weg. Want we geven dat kind echt een... Oh my god, ik vind het oprecht eng, hè? Jij ook? Ik ben bang dat ik ook... Ik heb deze broek net van de klem aan. Sorry, nee. Oh, hij doet dat. Zie je? No, man. Nee, sorry, no. Ja, maar ik zie hoe jij zo... No. Jouw lichaam herstelt sneller van een breuk. Ik pak iets anders. Andere route. En dit ook, met die blote kakkies. Ja hoor, vind ik ook helemaal niet gevaarlijk. Ik weet niet of dit echt genoeg is, maar... Oh, waarschijnlijk niet. Auw! Zie je? Dat bedoel... Kijk, en dat bedoel ik. Ik wil je komen redden, maar geef me een kwartiertje. Want ik moet even via een andere route. Oh, ik denk dat ik het toch aan moet geloven, jongens. Ik wil dit echt niet. Maar waarom doet iedereen op het einde zo met zijn billen? Ik ga aan de zijkant. Oh my god, ik vind dit oprecht. Misschien moet jij het filmen. Kom naar boven en dan film jij het. Want ik wil mijn handen vrij hebben voor, weet toch, hersenschade en zo. Ik hoop maar dat je het kan. Ja. Hé, hey man, ik hoop maar dat je het kan. Niet zo remmen. Ik zou nog heel eventjes die rechte wenkies van mij laten zien als jong kind. Hier zie je me. Dit is trouwens hele leuke foto's, maar hier zie je de wenkies van ons mevrouwtje hier beneden. Hallo? Ja. Ali. Ja, je hebt de wenkies van je moeder. En jij ook, hoor.
Henk, jij hebt ook echt mijn wenkies. Ik weet het niet. Ik weet het wel. Die van Novi, die zijn van papa. Die heeft wat vollere wenkbrauwen en ook... Ook voller. Hij is sowieso voller. Goed punt. We gaan nu weg. Dus ja. We gaan weg. Ik heb geen zin. Want ja, mijn oma. Die kapot lief. Echt. Bijvoorbeeld als ik zeg, mag ik telefoon? Ja. Mag dit, mag dat, mag dit. Ja. Gewoon, yes. De oma. Echt. Dus, mijn camera. Daar gaat ze. Ja, ja. Daar gaat ze zo lopend. Nou, dat was niet zo leuk dat we weg moesten. Doe de landoki. En alle leuke dagen en momenten komt ook een eind. Zo ook deze zondagavond. Het is al 7:50. Kinderen hierachter gaan in slaap vallen. 100. Ik hoop jij niet. Maar mag wel. Als het gebeurt, gebeurt het. Je doet de bilverwarming aan. Supergevaarlijk. Oké, nou, wat rusten iedereen. Dit is gebeurd. Ze was echt lang wakker. Hè? Ze zei dat het... Maar in één keer... K.O. Daar wordt al echt breed gesnurkt. Hoor even het geluid. Dus voor een 2-jarig kind. Is het nog best aardig. Maar ik zie je vaders auto ook. Dus als hij thuis is, dan kan hij... Dat doet hij het allemaal. Want ik zie in jou ook een kleine inkakker. Nee, maar ik ben goed. Ja, ik snap het. Het was een heel leuk weekend. Dus wil jij beginnen met de deur open doen? Dat zou top zijn. Dan ga ik even de kinderwagen eruit halen. Kijk eens. Weet dat ik op papa thuis zit. Ja, zijn auto staat er wel. Maar ja, je weet toch, gisteren was hij de boys weg. En dan is hij altijd een beetje zwak. Omdat s'avonds een man overdag een kind. Dus nou ja, kijk maar even. Met misschien wel licht binnen. Ja, precies. Maar... Dat zijn je oma de sfeerlampjes, dus dat zegt helemaal niks over je vader zijn gedrag.